Hey daar kijkers van de Wombat Guru, vandaag weer een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag hebben we weer een upload dus we komen echt steeds dichter bij dagelijkse uploads. In de laatste week al vijf video's in totaal van de 7 dagen. Maar vandaag gaan we verder met de Hardcore Wombat. Aflevering nummer 19 geloof ik. En wat we vandaag gaan doen, we zijn bijna bij de 20 met de 20 wilde ik een enchantment table en een brewing stand hebben. Dus wat wij vandaag gaan doen is sowieso een enchantment kamer maken, maar we willen natuurlijk eerst het huis even maken. Dus ik ga nu even aan het huis werken en wat andere dingetjes doen en dat ga ik eventjes fast forwarden. Ga ik wel heel snel fast forwarden, zodat je niet de hele tijd mij gewoon niks hoort zeggen en zo. Dus dat gaan we eerst even doen en daarna gaan we nog 5 à 7 minuutjes gewoon normaal verder. Dus tot zo. Daar ben ik weer en we hebben de basis van het huis nu ongeveer af. Ik heb de bovenverdieping een beetje mooi gemaakt en hier beneden ziet ook alles er wel strak uit. Ik moet alleen dit muurtje nog zetten. Ik heb de bovenverdieping nog niet gedaan omdat ik daar nog niet helemaal zeker over ben. Maar dat ga ik de volgende keer wel timelapsen of gewoon zelf helemaal doen. Ik plaats hier nog eventjes snel een trap zodat we wel weer naar boven kunnen. En dan gaan we nu eventjes wat riet farmen. En zo kunnen wij eigenlijk niet naar boven. Dus dat was niet zo slim van ons. Moeten we dit eventjes weer verplaatsen. Gaan we nu even snel nog wat wheat farmen. En dan ga ik alvast vertellen wat we de volgende keer gaan doen. De volgende keer gaan we sowieso naar het nether. Gaan we even een nether fortress opzoeken. Of nou, die ga ik alvast opzoeken. En dan gaan we de volgende keer er naartoe. En dan gaan we even wat blazers proberen te killen. Want wij willen natuurlijk wel eventjes een paar blazers voor een brewing stand. Want daar heb je namelijk blazers voor nodig. Als ik het goed heb, ik heb het nog steeds niet gecontroleerd. Dus dat is eigenlijk wel wat we de volgende keer willen. Ik heb ook besloten dat we de enchantment table, dus waar die nu staat, sowieso willen houden. En de brewing station die wil ik eigenlijk wel in een... Ik wil hier eigenlijk wel een heel goed bos van maken en dan een brewing station daar middenin. In een soort heksenhuis. Dat lijkt me wel een leuk idee. Dus we hebben nu even wat suikerriet verzameld. Hoeveel? Precies 64. We moeten natuurlijk wel weer wat terugplaatsen. Zodat we steeds meer krijgen. Dan gaan we hier van de helft weer terugplaatsen. En van 32 suikerriet kun je denk ik... Volgens mij maar 5 boeken of zo.
Dit is echt te duur gewoon boeken. Dat snap ik echt niet waarom dat zoveel moet kosten. We plaatsen het suikerriet weer eventjes terug. Trouwens, sorry dat mijn microfoon een beetje gek deed in het eerste gedeelte. Volgens mij stond hij daar echt gewoon onwijs hard. Gewoon dat hij te hard stond en daardoor het geluid heel schel klonk. We plaatsen dit zo terug en hoeveel hebben we nu? En 32, ja. Staat de helft weer, hebben we hier al meteen weer meer suikerriet staan. Dus dat groeit dan de volgende keer sneller, dat we meteen al meer hebben. Zoals je ziet, de bovenverdieping is nog niet klaar. Maar daar was ook niet de bedoeling dat we die al af zouden krijgen. Maar hier zo de benedenverdieping ziet er wel nice uit. We hebben hier gewoon een mooie kamer. En hier dan nog de ingangkamer. Hier komen dan wat chesten te staan. En een kleine kapstok of zo. En ik wil eigenlijk hier misschien ook wel gewoon de trap maken. Moet ik nog even over nadenken. Dit moeten we nog wel eventjes weghalen. Wat wilden we ook weer doen? Oh ja, we wilden eventjes, hebben we hier een crafting table staan? Kijken hoeveel boeken we konden maken. Voor boeken heb je wel leather nodig, dus moeten we even kijken of we dat nog hebben. Waarom doe ik dit zo onhandig? Oké, laten we dat nog een keer doen. Zo, dat is beter. We hebben nog wel 2 over, maar hebben we nu 30 peper. We kijken of we nog wat leather hebben. Leather. Hebben wij nog leather? Hebben wij dat nog hier? Nee. Hebben we dat nog hier? Ja, we hebben nog 7. Oké, dat is niet heel veel, maar volgens mij kunnen we ook niet heel veel meer maken. Dus met 30 papier heb je maximaal 10 leather nodig. Dus kunnen we toch weer 7 boekenkasten, denk ik, maken. Of nee, 7 boeken. Oh, waarom is dit zo fucking duur? Dat snap ik echt niet. Hoeft toch niet zo duur te kosten? Zo. En dan leather. Dan hebben we boeken. En dan moeten we daar nog weer boekenkasten van maken. Dus hebben we nog hout? Wij hebben geen hout. Kunnen we hier van houten planken maken? Nee. Oké, we hebben geen hout, maar we kunnen van 9 papier. Nee, waar staat het? 7 boeken kunnen we volgens mij met 2 boekenkasten maken. Dus dat schiet ook niet echt op. Ik heb eigenlijk wel zin om onze pickaxe toch nu al te gaan enchanten. We hadden op onze shuffle ook een best goede enchantment. Dus laten we dat hopen dat we dat hier ook gewoon op hebben. Even kijken, 13, 12, 12, 12, 16. Nice, efficiency 2, unbreaking 2. Dat is natuurlijk niet een hele goede, maar gewoon voor aan het begin van het enchanten vind ik het goed genoeg. Nu nog eventjes snel wat deuren maken, zodat we hier gewoon wat tussen hebben zitten. Hebben wij hier nog ijzer? Volgens mij ligt dat beneden. We moeten echt die kist eens een keer gaan opruimen. Zo. Maken we 2. Nee, ik wil eigenlijk wel houten deuren. We hebben geen hout, dus we maken gewoon ijzeren deuren. Is dat wel mooi? Nee, dat is niet mooi. Nou, we hebben in ieder geval 2 ijzeren deuren nu. We kunnen ze helaas niet gebruiken. Laten we ze gewoon tijdelijk even hier zo neerzetten. Dan gaan we de volgende keer dus naar de Nether. Ik ga het hierboven proberen af te maken als ik er tijd voor heb. En dan zien we wel weer verder. Pakken we die slabs nog even hier zo. Nee. Godsamme. Die slabs nog even hier zo. En dan maken we het hier gewoon even dicht met slabs. Als we daar genoeg voor hebben. Dus we het hier ook eventjes gewoon mooi strak hebben. Dat het er allemaal netjes uitziet. Waar zit hier een stairs? Oh ja. Dat is natuurlijk voor de trap die we een beetje onhandig hebben geplaatst. Konden wij ook niet weten dat we dit wilden gaan maken. Ik kan niet in de toekomst kijken. Helaas. Nou, de trap is nu onbruikbaar. Want we kunnen namelijk niet meer naar boven. Maar dat is niet zo erg. Zitten we hier gewoon even opgesloten. Zo, dan deze nog. En waarom is dan hier cobblestone? Dat hoort hier toch helemaal niet. Hier hoort gewoon slabs. Even kijken. Die mogen dan nog eventjes weg. Zo. Hebben we hier gewoon een kamertje dat eventjes niet toegankelijk is. Maar het ziet er dan wel wat mooier uit, vind ik. Daar nog een slab. Kan dat? Nee, dat is een stairs dus. Zo. We hadden dus genoeg slabs, dat is wel nice. Deze nog eventjes weghalen. Laten we daar ook nog slabs. Dan hebben we hier zo een mooi beginnetje. We hebben nog wel sticks dan, want dan kunnen we wel gewoon even snel een ladder maken. Naar de kelder hoef ik ook eigenlijk helemaal geen normale trap. Die hebben we niet, dus moeten we hier eventjes naar boven bouwen met cobblestone. Cobblestone. Iets naar boven. Hebben we hier dan sticks? Nee. Geen button. Fijn allemaal zeg. Kunnen we een button maken? Oh god, wat hebben we dit goed bedacht. Oké, geen button. Dan maar op de ouderwetse manier. Gewoon er langs heen breken. Hebben we hier dan nog een button? Nee. Hier dan nog een button? Nou, we kunnen geen... Zat hier gewoon een stone in? Ja, oké, daar kunnen we een button van maken als het goed is. Button. Ja. Hebben we er 2, 4 van nodig, ook voor beneden. Dus pakken we die zo weer. Dat is het handige aan houten deuren, daar heb je gewoon geen button voor nodig. Laten we aan die kant. En voor hier voor beneden hadden we de sticks nodig. Hadden we die dan nog hier? Nee en... Ja.
Oké, hopelijk kunnen we hier dan wat ladders mee maken. 6 stuks geloof ik, dus dat moet genoeg zijn. Zo. Het zijn er 6. We hebben er volgens mij 5 nodig. Als ik het goed tel. Eerst maar weer naar beneden bouwen. En dan hier gewoon, hier moet het eigenlijk wel cobblestone. Hebben we dat nog? Ja, natuurlijk hebben we dat nog. Oh, daarom is het zo stil. Ik heb mijn Minecraft geluid niet aanstaan. Sorry mensen. Die moet natuurlijk hier zo op staan. Ik dacht, waarom is het zo fucking stil? Ik wil het even niet laten merken dat ik me echt heel gek voelde van waarom hoor ik helemaal niks. Maar oké, dan weten we dat ook weer. Dan kunnen we hier ook weer een button maken. Het ziet er al meteen een stuk beter uit nu het hier zo dicht zit. Zo. Waarom hebben we dit eigenlijk hout? Ik weet niet. In de kelder hebben we een beetje een ander design dan hier zo boven. Dus daar moet ik ook nog eventjes over nadenken. Kunnen we dit weer dicht maken? Hebben we dan nog die houten plank? Ja. Hadden we ook een button van kunnen maken. Oké, helemaal helemaal perfect. Ja, dat is wat ik wilde zeggen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit was aflevering nummer 19. De volgende keer gaan we verder met blaze rods en een brewing stand. En dan gaan we kijken of we daar een leuk huisje van kunnen maken. Dat gaan we dan nog niet de volgende keer doen. Ik probeer wel een beetje niet te lange aflevering te doen. Omdat ik echt weinig tijd heb met school en excursies en andere dingen. En stage en werk. En ja, het leven is gewoon zwaar. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Wees Wombat, blijf Wombat zijn en Wombat. Like deze video, omdat jullie ook van Wombats houden. Voeg hem toe je favorieten. Abonneer op dit kanaal, The Wombat Guru. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Bye bye.